nadat je een YouTube-kanaal hebt aangemaakt, een naam verzonnen hebt en weet in welke content je video's wilt opnemen, is de vraag: wat heb ik nog meer nodig? Hier in deze video een top 5: wat heb ik nodig om YouTuber te worden? Denk aan je setup en je gear die je nodig hebt. Nummer 5. Video edit software. Het lijkt me logisch dat je weet dat je een PC nodig hebt om video's te editen. Dus zorg voor een degelijke PC met een goede videokaart. De bekendste video editing software zijn Premiere Pro van Adobe en Sony Vegas Pro. Maar er zijn een tal van andere software wat je kan gebruiken. Denk hier aan Windows Movie Maker, wat vaak al gratis op je PC staat. Of gratis online software via de website van Canva.com. Echter zijn er nog een tal van gratis software wat je op het internet kan vinden. Typ het maar in bij Google en probeer er maar een paar uit. Echter raad ik je wel aan, als je meer gevorderd erin bent, om Premiere Pro of Sony Vegas Pro te gebruiken. Dan kan je veel meer effecten enzovoort toevoegen. Nummer 4. Een microfoon. Om je YouTube-filmpjes meer eigen te maken, is het ook veel leuker om in te spreken. Microfonen zijn er ook in verschillende soorten en prijsklasses. Zo heb je de dynamische microfoon en de grootmembraanmicrofoon. Alleen is dat te veel stof om allemaal uit te leggen wat het nou precies inhoudt. Alleen wil jij via een XLR-kabel naar een audio-interface opnemen, of wil je het gemak hebben van een plug-and-play USB-microfoon? Tegenwoordig maken ze veel USB-microfoons die een goed geluid hebben. Die zijn juist gemaakt voor de streamers of YouTubers om het makkelijk te houden. Denk hierbij aan de Blue Yeti-microfoon. Ga lekker op zoektocht wat het beste bij jou past. Vergeet niet even te abonneren en even op het belletje te drukken. Nummer 3. De camera. Als je zelf in beeld wil komen bij bijvoorbeeld gamevideo's of vlogs, is het misschien handig om een camera te hebben. Zo heb je hier ook veel verschillen in. Als jij gamevideo's of streams wilt maken dat je alleen filmt vanuit je setup, is het gewoon handig om in het begin een webcam te hebben. Voor tussen de 50 en de 100 euro heb je best wel al een goede. Zo kun je in ieder geval het je eigen maken om voor de camera te komen. Webcams zijn vaak plug-and-play via een USB-kabel. Nummer 2. Je achtergrond. Zorg dat je achtergrond, als je voor de camera komt, aantrekkelijk is. Door middel van een greenscreen of heb je een leuke muur met mooi RGB-verlichting, dan is het al veel leuker om ernaar te kijken. Wanneer je een rommel achter je hebt of een woonkamer, dan valt de troep extra op de camera. En leid dat dan ook af voor de kijker. En zorg dat je zelf goed in het licht zit door middel van een softbox of iets dergelijks. Nummer 1. Je headset. Maak de headset je beste vriend. Want wanneer jij gamet over de speakerboxen, wordt dat geluid dubbel opgenomen door je microfoon. Dus zorg voor een comfortabele headset, zodat jij alleen de gamegeluid en je eigen stem via de headset hoort. Zo hoor je ook duidelijker de gameplay en je eigen stem en leidt er niks af. Dit was de top 5 wat heb ik nodig om YouTuber te worden. Vond je het nou een leuke video? Abonneer en ik zie jou de volgende keer.